Vlak na de griepsoverval kochten ze ineens dure auto's en horloges. Bij de rechtbank in Middelburg ging vandaag het proces van start tegen de 8 verdachten van de overval op de dagopbrengst van het muziekfestival. En verder in deze uitzending. Invallen vanwege fraude met coronasubsidies en het raadselachtige vertrek van de trainer van Hoek. Goedenavond, maar we gaan eerst naar Sint-Annaland. In een kassencomplex aan de Stoofweg daar is vanmiddag rond 3:30 brand uitgebroken. De veiligheidsregio Zeeland meldt dat het om een grote brand gaat die gepaard gaat met forse rookontwikkeling. Ik heb nu telefonisch contact met Remco Durink van de veiligheidsregio. Meneer Durink, we zien inderdaad de flinke rookwolken over het dorp Sint-Annaland trekken. Wat is er precies aan de hand? Ja, dat is correct. We hebben te maken met een grote brand in een bedrijf aan de Stoofweg in Sint-Annaland. Het betreft een agrarisch bedrijf, een kwekerij. De brand is niet in de kassen zelf, maar in twee loodsen die op het bedrijfsterrein daar staan. De brand is ontstaan in één loods en inmiddels moeten beide loodsen wel als verloren beschouwd worden. En we zijn druk bezig met meerdere blusseenheden om daar de brand te bestrijden. En er is ook een NL Alert uitgedaan. Wat betekent dat voor de inwoners? Ja, dat is correct. We proberen met mannenmacht de brand te bestrijden. Eén ding hebben we niet in de hand en dat is de wind. En de wind die staat pal over het dorp Sint-Annaland zelf. Nou, de brand gaat gepaard met forse rookontwikkeling en die trekt helemaal over het dorp. Daarom hebben we een NL-alert uitgestuurd en het advies gegeven aan de mensen om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. En dat hebben we zojuist ook weer herhaald, omdat de rookoverlast naar verwachting ook nog wel enige uren zal duren. Dus het dringende advies aan iedereen is om ramen, deuren te sluiten, ventilatie uit te schakelen. Ja, is het wel zo dat mensen thuis kunnen blijven? Wordt er nagedacht over eventuele evacuatie? Ja, dat is niet aan de orde. Wel verrichten we metingen. Er is een meetploeg van ons onderweg om metingen te verrichten in dat gebied. Om te controleren in welke mate er sprake is van gevaarlijke concentraties in de rook. Maar rook is nooit gezond, altijd ongezond. En daarom het dringend advies om dat op te volgen. Ja, brand dus bij het kassencomplex, niet in de kassen zelf. Hoe groot is eigenlijk de kans dat de brand verder nog overslaat naar andere panden bijvoorbeeld? Ja, dat is niet onze verwachting. We hebben een plan gemaakt om de brand nu te bestrijden. En dat betekent dat we met 4 blusvoertuigen daar ter plaatse zijn en blijven. We gaan ervan uit dat in ieder geval 1 loods volledig afbrandt. We proberen nog een deel van een 2e loods te behouden. Daar verwachten we geen uitbreiding op. Die zullen als verloren beschouwd moeten worden. Wel denken we dat we echt nog enige uren bezig zijn. En juist ook tijdens die bluswerkzaamheden zal de rookoverlast nog steeds aanwezig zijn. Ja, tot slot, is er al iets te zeggen over een mogelijke oorzaak? Nee, zoals u zult begrijpen gaat onze prioriteit en aandacht uit naar de brandbestrijding. En dat is echt voor later. Remco Durink van de Veiligheidsregio, hartelijk dank voor uw eerste reactie. De laatste ontwikkelingen over deze zaak zijn uiteraard te volgen op onze website omroepzeeland.nl. Een buit van 4 ton, 8 verdachten en 3 zittingsdagen. Vandaag is de behandeling van de griepszaak begonnen bij de rechtbank in Middelburg. Straks naar verslaggever Niels Schuurbeers die de zaak heeft gevolgd. Maar eerst nog even de feiten op een rij. Het is 12 mei 2019. De 25e editie van Muziekfestival Grieps is net klaar als de contante dagopbrengst van ruim 4 ton naar het ouderlijk huis van organisator Hugo Kramer wordt gebracht. Rond 3:15 s'nachts dringen 3 gemaskerde mannen het huis binnen. Ze gaan er even later met de dagopbrengst vandoor. Er staan 8 Zeeuwen terecht voor betrokkenheid bij de overval. 6 mannen tussen de 24 en 35 jaar worden verdacht van het plegen of medeplegen van de woningoverval. 2 personen van 34 en 50 jaar worden ervan verdacht dat ze hebben geholpen bij het vernietigen van sporen, het verborgen houden van verdachten of het veiligstellen van de buit. We gaan naar verslaggever Niels Schuurbeers bij de rechtbank in Middelburg. Niels, er zijn 8 verdachten in deze zaak, dat zagen we ook net. Toch worden er deze week maar 6 behandeld. Hoe zit dat?
Dat komt omdat de zaken van twee verdachten later behandeld worden. Bij een van de twee verdachten is zijn advocaat langdurig ziek en kon er geen vervanging gevonden worden. Bij de andere verdachten zijn er nog getuigen die gehoord moeten worden. Dan is het onderzoek niet klaar en kan een rechtbank dus niet naar de zaak gaan kijken. Houden we dus 6 verdachten over en van die 6 waren er 4 vandaag aanwezig in de rechtbank. De 2 anderen lieten zich door hun advocaten vertegenwoordigen. Ook aanwezig was de festivalorganisator, hè? Die nam ook het woord. Wat heeft hij gezegd? Die heeft gezegd dat de overval toch wel een gigantische impact heeft gehad op hemzelf, op zijn moeder, die dus het slachtoffer werd van deze overval, maar ook op de griepsorganisatie. Ze beschrijven hoe de overval te werk is gegaan, dat de moeder zichzelf opsloot op de slaapkamer met een kleinkind die in het huis aan het logeren was toen de overvallers binnen waren. De overvallers liepen daar met bivakmutsen, met handschoenen, gingen er met de buit van door. En ook zegt de organisator dat dit gewoon 25 jaar griepsorganisatie terug naar nul brengt. Omdat al die opbrengsten die dus gestolen zijn, ja, zo'n gigantisch gat slaat in de begroting van zo'n festival. En dat is dan verkwist, zegt hij, aan ja, vakanties, horloges, dure auto's. Ja, of dat zo is, moet natuurlijk nog wel allemaal blijken. Morgen en overmorgen gaat de zaak verder. Wat wordt er dan besproken? Morgen neemt het Openbaar Ministerie het woord en zal die gaan zeggen wat hij van de zaak vindt. En komen er dus ook strafeisen. En dan is de verdediging aan de beurt. En dan komen dus de 6 advocaten van de verdachten die nu terecht staan aan het woord. En de verwachting is dat dat ook donderdag nog wel tijd in beslag zal gaan nemen. En dat dan donderdag de behandeling van de zaak tot een einde komt. Niels Schuurbeers, dankjewel. Goes, Middelburg en Terneuzen gaan de komende jaren structurele opvang bieden aan in totaal 600 à 700 asielzoekers. Op die manier moet voorkomen worden dat in sommige situaties er een tekort aan opvangplekken ontstaat. Daarnaast moet de opvang ook gebruikt kunnen worden voor andere groepen mensen. Als daar vrijval is en er zijn meer plekken, dan kunnen die locaties misschien ook worden gebruikt voor andere aandachtsgroepen. Dat kunnen mensen zijn die tijdelijk woning zoeken, dat kunnen arbeidsmigranten zijn enzovoorts. Dus die flexibele mogelijkheden zijn er. Over een bijdrage aan de noodopvang die nu nodig is, wordt door de Zeeuwse gemeente nog nagedacht. Daar hopen ze voor het einde van deze maand uit te zijn. De politie en de Fiat deden vandaag een grote invalactie op meerdere panden in Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat om een onderzoek naar fraude met coronasubsidies, valsheid in geschriften en witwassen. Een 64-jarige man uit Klingen wordt gezien als de hoofdverdachte. Het is een voormalig medewerker van de Belastingdienst en meneer is ook accountant geweest. Op dit moment heeft hij een eigen bedrijfje waarin hij zijn financiële diensten aanbiedt. We hebben ook al een aantal zaken in beslag genomen. En dan moet je denken aan contant geld, een auto. En we hebben ook wat goud en zilver aangetroffen. Dan heb je het wel al snel over tienduizenden euro's. En we zijn ook aan het kijken of dat we een aantal panden in beslag kunnen nemen. In het onderzoek zijn ook nog 3 andere mensen aangehouden. Ook in Oostburg kun je vanaf donderdag laten testen op corona voor een QR-toegangscode. Dat meldt de gemeente Sluis. Het is daarmee de 2e plek in Zeeuws-Vlaanderen. Op Noord-Beverland, Schouwen-Duiveland en Tolen is nog altijd geen testlocatie. Hoek moet op zoek naar een nieuwe trainer, want Lieve Gevaert heeft gisteravond aan de club verteld dat hij vertrekt. De Belg keert terug naar zijn oude liefde, Dikkel Venne. De breuk tussen Hoek en Gevaert komt voor iedereen als donderslag bij heldere hemel. Niemand had het op dit moment verwacht, want Hoek begon stroef aan het seizoen, maar van de laatste 4 wedstrijden werden er 3 gewonnen. De hoofdrolspelers zwijgen over de reden van de breuk en de spelersgroep blijft verbaasd achter. Volgende week zaterdag gaat de competitie verder en dan is nog maar de vraag of er een nieuwe trainer op de bank zit. Totdat Hoek een nieuwe trainer heeft gevonden, zal de assistenttrainer Steven Maas als vervanger op de bank zitten. Ze verloor haar schoonvader, haar moeder, vriendin en ook haar man. Allemaal in een periode van 5 maanden. Maar toch was dat voor Mariska Kesterloo uit Koudekerken geen reden om zich terug te trekken. Ze schreef een boek. U heeft een hersentumor. Het is groot van omvang en het ziet er niet goed uit. Holy shit. Ik had al een voorgevoel dat het niet goed was. Maar dit slaat alles. Het boek gaat vooral over het verlies van haar man door een hersentumor. En over de periode daarvoor na het horen van de diagnose. Ja, zoveel emoties en zoveel gevoelens en gedachten gaan door je hoofd. Dus het is, ja, je wereld staat op de kop van de een op andere seconde.
Want een hersentumor is vaak nog ingrijpender voor de omgeving dan andere vormen van kanker. Het zit in je hersenen, dus je partner wordt ontoerekeningsvatbaar. En verandert ook qua karakter in het hele proces. De partner op wie je verliefd bent geworden, is niet meer dezelfde. Ze hoopt dat er door dit boek meer aandacht komt voor de rol van de naaste. Je krijgt een dubbele rol. Je bent samen zwanger, maar je hebt ook samen een tumor. En dat is natuurlijk heel ongelooflijk zwaar dat jij die beslissingen ook voor je partner moet nemen. Het is heel dubbel en je partner die je altijd kon vertrouwen, niet meer kan vertrouwen. En dat maakt het proces, die emotionele stress die je dan hebt en die onzekerheid die met het hele proces te maken heeft omdat het zo lang duurt, ja, dat vreet aan je. Hoewel het boek vooral over het verlies van haar man gaat, was het schrijven ervan ook therapeutisch voor de andere verliezen die ze in de maanden daarvoor te verduren kreeg. In maart is mijn schoonvader overleden. In mei is mijn moeder onverwacht overleden. En begin juli is onverwacht een vriendin van mij overleden. En dan natuurlijk mijn man op 15 juli, dus 4 overlijdens. 4 mensen die ik heel graag zag en van wie ik heel veel hield in 5 maanden tijd. En dat is echt, ja, dat is niet te beschrijven. Er zijn geen woorden voor om dan te zeggen van, ja, hoe je daar doorheen komt of hoe je dat ook ervaart. Ze had zoveel woorden nodig om haar verlies uit te drukken dat ze er een boek van heeft gemaakt. Een boek waarin haar overleden geliefde in zekere zin voortleven, hoopt Mariska. Voor mij is het ook een stukje verwerking. Het helpt mij ook enorm om door dit proces heen te gaan en er ook over te praten. Dus dat geeft mij kracht en energie. Het was grijs en nat met regen en motregen en ook nevelig. Maar het knapte 's middags goed op met enkele brede opklaringen. Het werd nog een beetje strandweer, zou je kunnen zeggen, met 20 graden. Morgen de hele dag kans op regen. Mooier kan ik het niet maken. Temperatuur ligt iets lager dan vandaag op een graad of 18. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws over die brand bij Sint-Annaland en ander nieuws natuurlijk op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond.